Dus bij deze is dat het antwoord op de vraag waarom de avonden soms heel raar voorbij gaan. Goedemiddag, het is al woensdagmiddag en ik ben de school aan het lopen in de regen. Ik ga Sarah ophalen en ik had nog niet gevlogd, want ik ben te druk bezig geweest. Maar ik ga de camera denk ik gelijk maar weg doen, want het regent echt hard. Eindelijk droog en ik heb het lieve meisje uit school opgehaald. Hé, hey, Kiekiek, waar ben je dan? Wel kijken, je moet daar zo oversteken. Ga even goed kijken. Ja, laat maar zien hoe jij kijkt. Ja, dan wachten. Meestal slaan ze niet af. Kunnen we? Ja. Oké, ga je dan naar achter kijken. Hé, je hebt oog op je rug. Je hebt oog op je rug. Nee, op je rug. Ja! Nou, hier het fiets wat erbij, even kijken of er geen fiets of scooter aankomt. Goed zo. We zijn er bijna, we zijn er bijna. Oké. Okay. Tijd voor iets heel belangrijks. Even lekker quality time samen. Ja, doe je net alsof je slaapt. En zij ligt tv te kijken en ik lig met ze te knuffelen. En dat gaan we heel even doen. En dan gaan we dingen doen die we moeten doen. Maar dit zijn... De fijnste, belangrijkste, leukste momentjes, hè? Ja, ik ga geen antwoord krijgen, denk ik, van jou. En je zit in de tv. Mag wel even, hoor. Wat ben je nou aan het doen? Je zit met je arm in mijn gezicht. Ik wil gewoon... Door zo. Door zo. Knuffel. Hou van jou. Zijn we allemaal Tina gaan? Ja, Sarah en ik zijn er verlanglijstje aan het maken. Ze heeft altijd gewoon online zo'n lijstje waar ze op zet wat ze eventueel graag voor de verjaardag zou willen. Want anders krijg je zo vaak dingen waar ze of niet mee speelt of die ze niet leuk vindt. En we zetten er van alles op, speelgoed, kleding. En bij kleding staat dan ook alles met een goede maat erbij. Dat is kijk, ook wel handig, dat is wel leuk bij elkaar, hè? Nee, dat zou ik zelf niet combineren, maar... Je hebt andere dingen waar dat wel mee gecombineerd kan worden. Even kijken. We zijn nu bij de Zara bij de rokjes aan het kijken. Want Sarah is het gek. Oh, wacht. Die rok is leuk. Die is wel heel leuk, ja. Die was daar. Even kijken. Nou, we gaan dus de lijstje helemaal vol vullen. En we zetten er gewoon heel veel op. Dan is er heel veel keuze. Dan kan iedereen wel iets vinden erop. Van hele kleine cadeautjes tot hele dure cadeautjes. Ja, ik denk, dat Livia wel de LOL deur voor mij gaat doen. Misschien wel, ja, die staat er ook op. Ik voel me echt even slechte moeder. We waren zo druk bezig dat ik niet door had hoe laat het al was. Dus ik ben, we zouden een lijstje doen. Dan wilde ik nog even stofzuigen. En dan wilde ik het eten vast klaarzetten. En dan wilde ik de was ophangen. En dan wilde ik gaan koken. En net stond er even iemand voor de deur. En toen zag ik dat het al lang tijd was om te gaan koken. En ik al die dingen niet heb gedaan. Maar goed, de lijst hebben we wel echt... Nou, het meeste wel opstaan. De meeste winkels die zij leuk vindt en dingen. Dus we hoeven nog maar een heel klein beetje. En nu snel koken. Oh ja, Marco die komt ook pas vanavond thuis. Die werkt tot laat. Dus Sarah en ik die eten... Gezellig saampjes. Het is weer koud weer, dus tijd voor lekker stamppot. En Sarah vindt het helemaal geweldig wat ik altijd doe. Hoe heet dat? Lekker Hollands. Hoe heet dat? Ja, ik vind het altijd net een vulkaan. Maar zo heet het niet. Weet eigenlijk niet hoe we dat noemen. Noem het dan gewoon Holland. Een Hollands kuiltje. Ja, zo leuk dit.
Sarah ligt op bed, dus ik dacht, laat ik nou eens een keer gewoon slim zijn en er een beker en bakje gewoon nu klaarmaken. Ik doe het normaal straks laat. Nou, het zit zo niet in mijn systeem dat ik het elke keer vergeet. En dat is dus niet goed. En daarna ga ik nog even editen zolang ik alleen ben. Ik kreeg ook pas weer en daarvoor ook wel eens reacties waarom de avonden soms zo raar voorbij gaan. En dat heeft ook wat te maken. Marco is niet heel erg van het vloggen. Hij vindt niet erg als hij af en toe eens langskomt. Maar ja, als je dan samen op de bank zit of zo, of tv kijkt of samen bezig bent, ja, dan pak je de camera niet echt heel snel. Dus bij deze is dat het antwoord op de vraag waarom de avonden soms heel raar voorbij gaan. Ja, gaat heel snel, dus ik weet niet of ik hem in beeld krijg, maar ik heb gewoon weer zo'n dik beest. Ik weet niet wat... Oh, nou is hij stil. Waar is die? Ergens. Ik had hem van de week ook en toen heb ik hem niet meer gezien. Het is geen vlieg, het is geen kever. Ik hoorde hem daar voor het laatst. Hij maakt zo'n herrie en wat het is, weet ik niet. Echt zo vaag. Ik hoor elke keer dat beest liggen en dan denk ik, laat ik hem zien en dan... Stil en dan zie ik hem niet meer. Maar goed, ik ga lekker naar mijn bedje toe. Bedankt voor het kijken en tot morgen.